is natuurlijk toch wel de week van die rel. We gaan straks het hebben over rellen die vaker voorkwamen. En dat dit niet zo uitzonderlijk is. Wat vind je ervan dat dit zo rel is geworden? Nou ja, het is natuurlijk onderdeel van een grote geheel. Want we hadden natuurlijk van de week ook al de supporters. Die betaald naar Qatar mogen. En ondertussen even voor spion spelen om te vertellen aan Qatar wie er onaardige dingen zet op Twitter. Ja, ik vrees dat we dit nog wel een tijdje zullen houden. Want ja, dat WK komt eraan. En ik ben wel eens bang dat als er één keer gelachen wordt straks bij de NOS in de uitzending, dat de volgende rel weer gaat worden. Want ja, het mag niet gezellig zijn. Ja. Ja, hoe ingewikkeld is dit ongemak? Nou, ik vind het ingewikkeld. Ik weet niet hoe het bij jullie zit. Maar normaal ging ik altijd even kijken of er bij een winkel een nieuw oranje petje lag. Oh nee. Ja, vlaggetjes aan de gevel, Eppo, denk ik. Ja. En ik woon in Den Haag. Daag. En ja, het is wat stil. Misschien ligt het ook aan het tijdstip van het jaar. Het kan ook. Hè. We zijn die WK's waren toch een beetje in de gezellige zomerperiode. Altijd nu zitten we in de wat treurige wintertijd. Maar ik ben ook niet helemaal in de feeststemming, zeg maar. Nou, ja. Schiet het een beetje door, Angela? Nou, ik vind dat de dingen die van de week er waren, de supporters die grif een handtekening onder een zeer kwalijk contract zetten en die stomme reclame van de Jumbo, ja, dat zijn wel terechte dingen. Mm. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk ook dat er een hele grote groep mensen is die zelf ook gewoon genoeg problemen van hunzelf hebben, die straks gewoon willen genieten van dat WK en van die voetbal op televisie. En die durven mensen nog te juichen straks, ja. Ja, er komt ook weer een heel groot feest in de arena, zag ik, van de KNVB. Vind ik ook weer tricky in deze tijd. Maar goed, we gaan